gasten, een hele goede dag allemaal. Arne hier en vandaag een live commentary. Ik dacht, mensen hebben daar zin in. Ze vroegen er om, tenminste ik had pas in een commentary gevraagd wat jullie wilden zien. Meer mensen wilden meer live commentaries. Dus ik denk dat ga ik even doen. We spelen Team Deathmatch op Dome en ik speel met de MP5 met Specialist natuurlijk. En ik ga er gewoon hard voor. En ze blijven daar even spannen, dus nu ga ik even coveren, want ik ben heel erg hit. Nee, ik ga dood, kut. Ja, dat komt door die fucking granaat. Lekker. Oké, even kijken waar ze spannen. Loopt er in één keer in ieder geval eentje met een javelin te fucken. Ja, dat bedoel ik. Dat is zo leuk, die spannen en die gooien gelijk een javelin over de... Oh god, komt er weer eentje. Ja, dit... Ja, ik heb dit eigenlijk nu al gezien met een potje. Ik weet al welke kant dit op gaat. Dit zijn van die noobs die de hele tijd hun javelin afschieten. Met meerdere mensen nog wel, want... Ja, ik hoorde er net al 2 of 3 gaan. Dus die zitten gewoon... On the bird zitten ze hun javelins af te schieten. Heel leuk. Maar niet heus. Maar het is ook niet anders. Oh shit, dat was eventjes een beetje... Heel erg... Ja, clutch-achtig. Heel erg druk. En daar zit er eentje. Teammate, teammate, teammate. Moet ik je weer redden? Hier ging een teammate dood. En hoe de fuck heeft hij mij dan? Het zal wel, het zal wel. Ik ga er niet eens aandacht aan besteden. Uh-oh. Oeh, dan had ik weer geluk dat ik hem gekild had. Alleen ik ging gelijk daarna dood. Dus dat was weer een teken dat ik geen geluk had. Het is me weer niet gegund, blijkelijk. Even afwachten waar die precies vandaan komt. En dan gaan we weer erop. Afrushen. In ieder geval zaten er hier 2. En hij leeft nog steeds. Holy fuck. En hij komt in mijn rug. Lekker dan. Lekker, lekker. We staan in ieder geval wel voor. Had ik niet verwacht. Want meestal lopen mijn teammates het juist te verneuken. Maar nu gaan ze wel redelijk. Oh, wauw. Meen je dit? Wat lelijk. Wat lelijk, jongen. Wauw. Shit. Maar ja. Het is allemaal niet anders. Oké, dat was eventjes een beetje lucky en... Ja. Lucky en lekker of zo, ik weet niet. En ik zie niks door de smoke. Dank je, teammate. Ik denk dat ze hier ergens spannen. Jawel. En hij heeft mij nog ook gewoon met een sniper. Holy fuck. Hier staat weer een claymore, teammates. Oké. Jou heb ik. In ieder geval. Ik wist gewoon dat hij daar weer ging zitten. Hè. Ik wist het gewoon. En fuck, die had ik niet op tijd. MK14. En teammate, waarom... Ik snap ook nooit dat ze eigenlijk die AC-130's en Reapers gebruiken. Want die zijn zo scheidirritant. En dit was een foutje van mij, ik weet het. Maar die vind ik zo scheidirritant op de een of andere manier. Gewoon omdat er zoveel smoke door... Ja, geproduceerd wordt. En een host migration. De host is weer weg. Lekker. Lekker, lekker. Ik denk dat die Ulkat dan host was of zo, want die stond 313. En nou ja, die was relatief hoog prestige. Die Ulkat. 313. Oh nee, teammate van mij ging weg. Het valt mij. Gewoon even afwachten. En daar zit er nog één. En hier wegwezen. Want hier zit er nog één. Uh-oh, granaat. Wow, holy fuck, mijn lijk ging tekeer. Oké. Nou, dat, ja, dat soort shit gebeurt dus ook. UAV online. Enemy care package incoming, maar hem heb ik. Hij komt achter mij en holy shit, get turn on, bitch. Dat was hem, 27 om 10. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden hier op Dome met de MP5. Ik vond hem op zich wel leuk. Jammer van een aantal deaths, maar hier, kijk dit. Get turn on, bitch. Holy fuck, ik was blij dat ik hem op de radar zag. Jongens, dit was hem. Bedankt voor het kijken. Laat een goed duimpje achter. Zeker weer 450 moet weer lukken. Jongens, bedankt voor het kijken. En adieu.